Het nieuwjaars-event van het Blue Health Innovation Center is eigenlijk altijd een moment om even terug te kijken naar wat we gedaan hebben. En we hebben een goed jaar gehad in 2018, maar we kijken ook vooruit, want we blijven ambitieus om dé speler te worden in het ecosysteem rond health en innovation. En vandaag kan ik ook aankondigen dat we dat samen doen met Gent en Antwerpen en Genk. En op die manier hebben we een fijne Vlaamse dekking. Blue Health Innovation Center hier in Gent een nieuwe vaste stek zal krijgen. Wat ik vind over zo'n avond en wat ik probeer op te roepen, zijn meer vragen dan antwoorden. Ik hoop dat mensen het soms wat verwarrend vinden en een beetje raar en een beetje nieuw en een beetje speciaal. En dat ze naar huis gaan en nadenken. Op een bijzondere locatie, voor een heel leuk publiek ook, waar heel wat te netwerken valt, hebben wij ons geweldig geamuseerd hier. En zeker ook met de sprekers. Ik vond professor De Wachter heel interessant en ik ga zeker een heel aantal van zijn tips meenemen in mijn professionele carrière. Wat ik vooral onthouden heb van deze avond is meer in verbinding komen met de mensen en heel veel knuffelen.